Goed, welkom allemaal bij de introductie van de Avanta Ace van Remea. We gaan jullie eens even meenemen in het nieuwe toestel, wat eigenlijk de opvolger is van onze Avanta. En als we daar in eerste instantie even op terug gaan kijken, dan zien we dat de Avanta natuurlijk best wel een hele lange periode bij ons in het assortiment is geweest. We zijn ooit in 2004 er al mee begonnen. En ik moet eerlijk zeggen, ik kan me deze nog bijzonder goed herinneren, die introductie. De installateur op een gegeven moment die keek ernaar naar het toestel. Het was ook een heel klein toestel in die tijd. En die had echt zoiets van, poeh, dat is wel zo klein. Ik weet niet of van mij dat wel wat is. En er was best eigenlijk wat negativiteit over op het moment dat wij ermee begonnen. Maar goed, we hebben hem doorgezet. En uiteindelijk zijn we doorgegaan tot aan 2015. En toen was eigenlijk de tijd rijp om te zeggen, nu moet hij eruit. We hebben op 1 januari een mooie brief rondgestuurd naar de markt dat wij per 1 juli ermee zouden gaan stoppen. En wat schetst de verbazing, bijna de hele installatiewereld kregen we over ons heen. Van joh, er mogen allerlei ketels mochten eruit, maar die Avanta uiteraard niet. En toen heb ik nog wel eens teruggedragen in 2004. En dacht van ja, toen was het eigenlijk de periode van wat moeten we ermee? En toen wilden ze hem niet kwijt. Goed, dat hebben we inderdaad gevolgen aangegeven. En uiteindelijk nu, 2021, is het toch echt tijd om gegeven dat hij een opvolging daarin gaat krijgen. Waarom was die Avanta dan eigenlijk zo populair? Nou, sowieso natuurlijk meer dan 1,5 miljoen van die toestellen al verkocht. Maar het was voornamelijk ook een betrouwbare warmtelevering. Een betrouwbaar stukje warm water. De consument die vond het ook fantastisch. Die reviewde dat zelfs met een 8,3. En als je kijkt naar prijs-prestatieverhouding, ja, dat was ongeëvenaard. Dus al met al omgeven met een fantastisch mooi toestel. Decennia lang was die eigenlijk in Nederland. We zeggen gekscherend wel eens, iedere straat in Nederland heeft misschien wel een Avanta. Als je ziet 1,5 miljoen toestellen, dan zal het aardig kloppen met het aantal straten wat we misschien in Nederland hebben. Maar het is tijd voor de opvolger, want eigenlijk kan die op dit moment gewoon niet meer mee. En dat betekent dat we gezegd hebben, Avanta Ace die bewijst dat het eigenlijk nog wel beter kan. Het is dan ook de opvolger van onze Avanta. En die techniek die heeft in de afgelopen jaren natuurlijk niet stilgestaan. Maar ook die mogelijkheden binnen die techniek, die zijn ook enorm zijn die aan het groeien geweest. Ze zijn uitgebreid, er zijn meer mogelijkheden gekomen. En dat betekent dat het product uiteraard, zul je zo meteen ook zien, hij is wat simpeler geworden. Meer standaardisatie ook van de onderdelen. Als ik al kijk naar het besturingsplatform, dan zie je eigenlijk dat daar de ACE in zit. De ACE-besturing, oftewel het e-Smart Insight, om het zo maar ook te noemen. Nou, een mooi display. Is het nieuw? Ja, uiteraard voor de Avanta ACE is het nieuw. Is het voor jullie nieuw? Nee, dat valt best wel mee. Want we hebben natuurlijk ook al de Terra ACE. En als je ziet, de bediening is hetzelfde. En eigenlijk de hele opzet van de automaat is exact hetzelfde als die we ook bij de Terra ACE hebben. En nieuw en opvallend, asymmetrisch design. Nou, wat betekent dat? Hij is eigenlijk bestemd voor twee markten. Enerzijds de projectenmarkt en anderzijds de onderkant van de particuliere markt. En als je dan ook inderdaad naar die mantel kijkt, dan zie je eigenlijk aan de linkerkant ook zo'n hele mooie glooiende lijn zie je erin zitten. En dat is eigenlijk meer, laten we zeggen, richting de particuliere sector. Het is wat chiquer. En als je aan de rechterkant kijkt, zie je eigenlijk dat het gewoon simpel is, dat het glad is. En dat is eigenlijk bedoeld voor de projectenmarkt. Dus je ziet eigenlijk dit verhaal terugkomen in de bemanteling. Hij is herkenbaar. Herkenbaar als Avanta vanwege zijn warmtewisselaar. Er is maar 1 roesterstalen wisselaar in de ketels binnen het Remea assortiment. En dat was Avanta. En dat heeft Avanta Ace natuurlijk uiteraard ook. Wat wel het plaatje sowieso ook al laat zien, zie je wel dat de voorplaat natuurlijk wat verbeterd is. En daar zullen we straks onder meer nog wel even verder op ingaan. Toekomstbestendige hydraulische aansluitingen. Wat waren ze zwaar? Toen ooit Avanta begonnen is, was dat de eerste die de standaard in Nederland heeft neergezet eigenlijk van alle aansluitingen in 1 lijn. Dus aan de buitenkant de cv, daar is het sanitair en dan gas in de midden. En eigenlijk gaat die Avanta Ace nu weer een nieuwe standaard neerzetten. Want in de loop der jaren hebben jullie eigenlijk aangegeven dat er best wel de gasleiding, dat die wel eens in de weg zat. En toen hebben we gezegd, wat moeten we dan doen om dat probleem op te kunnen lossen? En zei, maar eigenlijk moet je dan die gasleiding iets naar voren brengen. Nou, dat hebben we op dit moment dus ook gedaan. Je ziet het ook op het plaatje. En wat is standaard voor alle nieuwe toestellen die straks weer op de markt gaan komen. We kennen hem als gaskeur, CW3, CW4, CW5. En ook de CW4 en de CW, als het zogenaamde CCS-systeem, oftewel het combi-comfort-systeem, waarbij de e-twist kamerthermostaat verpakt zit eigenlijk in de doos.
Dan zult u denken E-Twist. Ja, dat doen we bewust. Omdat E-Twist natuurlijk eigenlijk degene is die de communicatie ook met internet kan voeren. En voor de komende jaren zal zeker de digitale techniek en met name ook internet belangrijk geworden in het tekort aan handjes, om het zo maar even te noemen. En daar kan deze aan meewerken. Dus vandaar de keuze ook om de E-Twist dan ook in het combi-comfortpakket mee te nemen. Maar blijf nog steeds overeind staan en zeg ja, dat is niet voor mijn klant geschikt. Ze kunnen altijd nog gewoon de losse toestellen kopen met de losse thermostaten. En dan denk ik misschien aan een iSense of een Q-Sense. Of misschien wel zelfs een aan-uit thermostaat die de klant heeft en hem niet kwijt wil. Als je kijkt naar warm water, dat is het allerbelangrijkste in het comfort van de woning, in de beleving van een klant. En hij geeft echt heel veel warm water. Als je kijkt naar de drie toestellen, dan zie je eigenlijk bij CW3 op 40 graden gezien 11,5 liter per minuut tot ruim bijna 17 liter als het gaat om de CW5. Maar hoor ik dan mensen zeggen, is dat dan vergeleken met Avanta veel meer? Nou, ik heb de getallen er even naast gezet en dan zie je eigenlijk dat we ruim 10% meer warm water leveren ten opzichte van de Avanta. Dus uiteindelijk die Avanta Ace. Ja, het is weer een stap naar boven toe. Het is meer comfort en dat is eigenlijk wat de klant ook heel graag wil. Afmetingen. Ja, je ziet de maten erbij staan. 70 hoog, 395 breed en 285 diep. En dan de eerste variant die je krijgt. Oh, hij is wel een heel stuk groter als die van de Avanta. Nou, dat valt eigenlijk best wel mee. Ik zal de maten er even naast zetten. Daar kun je het zelf ook even zien. Je ziet in de breedte gezien, Avanta was 40, oftewel 400 mm, deze 395, dus hij is wat smaller. Als je kijkt naar de diepte, Avanta was 290 en deze 285, dus de tweede maat is ook kleiner. En ja, inderdaad, hij is wat hoger. Hij is in plaats van 60 centimeter, is die 70 centimeter, is die hoog. En eigenlijk, een heel klein beetje eerlijk gezegd, komt dat ook eigenlijk door jullie vraag uit de markt. Want jullie hebben eigenlijk altijd gezegd, wij willen de aansluitingen onder het toestel eigenlijk niet zien. En dat betekent dat de aansluitingen hier 5 centimeter verdiept liggen. Dus als je gaat kijken, aansluitingen oude Avanta tot aan de bovenkant gezien, en netto, dan heb je ongeveer 50 mm dat die inderdaad dus groter is dan of dat hoger is. Andere bekommerlijkheid is wel dat hij een ingebouwde sifon heeft en dus niet onder het toestel uitsteekt. En dat voordeel daarvan is dat je echt ook de netto hoogte aan kunt houden vanaf je leidingen of onderkant toestel tot aan de bovenkant. Ik hoef niet nog rekening te houden dat ik nog een sifon onder het toestel eruit moet gaan halen. Dus al met al, ja, hij is inderdaad iets groter. Maar dat geeft toch wel een heleboel andere voordelen weer voor terug. Een geïntegreerde terugslagklep voor overdruk CLV voor de WTW. In 2004 spraken we hier zelfs helemaal niet over. Die Avanta had dit ook niet. Nu alle moderne toestellen en uiteraard Avanta Ace heeft dit gewoon standaard erin zitten. Geschikt voor de hoge drukuitvoering. Dus eigenlijk de flexibele leidingen door bestaande schoorsteenkanalen. Ik heb hier gewoon één plaatje even bijgezet, maar of het een roestvrij variant is, een kunststof en of het merk XY is, dat maakt allemaal niet uit. Overal ook hiervoor is die dus geschikt. Servicemeldingen. Wanneer moet je wat doen? Preventief onderhoud. Nou, die servicemeldingen die zitten de standaard in die ACE-automaat. Dus heeft de Avanta ACE dit uiteraard natuurlijk ook. Kun je er wat mee? Ja, je moet ze aan laten staan zoals ze nu staan. Dan word je geïnformeerd. Wil ik niet, zegt de instructeur. Kan die uit? Ja, dat kan. Die kunnen we ook inderdaad uitzetten. Ik zou het alleen niet adviseren. En vaak ook als je dan praat met een instructeur, dan zeggen ze ook ja, want ik wil mijn eigen intervallen bepalen. En dat kan tegenwoordig ook. Je kunt gewoon je eigen intervallen ingeven. En dan krijg je automatisch, op jouw beurt krijg je dus die meldingen weer. Dus drie mogelijkheden. Laat hem lekker aanstaan zoals wat hij nu heeft gestaan. Maak je eigen intervallen. En als hij helemaal niet wil, kun je hem ook nog een keer uitzetten. En dat komt bij de Avanta niet. Die had die melding zelfs helemaal niet. Het gewichten, geloof het niet, het is allemaal wel iets groter als je het ziet, maar het is wel lager geworden. En dat betekent dat we ongeveer tussen de 4 en de 10% reductie hebben op het gewicht van de toestellen. En je ziet ook bij de 7.5 bij wijze van spreken dat we nu zelfs op 25 kilo uitkomen in plaats van 27,7. Remea is een onderdeel van de BDR Thermea groep. En wat is BDR Thermea? In de loop der jaren heeft Remea een aantal bedrijven overgenomen. De B is van de firma Baxi,
De D is van Diederich en de R is van Remea. Dat is een enorme grote groep die wereldwijd werkt. Ruim 7000 medewerkers ook in huis. En het leuke is dat nu na een aantal jaren zie je dat het hele serieuze voordelen gebieden. Dat je eigenlijk onderdeel uitmaakt van zo'n groep. De Avante Ace die heeft namelijk onderdelen erin zitten die, laten we zeggen, voor ons nieuw zijn. Maar binnen Europa al jaren worden toegepast in andere toestellen. En dat betekent dat we weten wat ze kunnen en die zetten we dus over ook in deze toestellen. Dus het is voor ons wel nieuw, maar het is niet helemaal een compleet nieuw product. En dat geldt ook voor het Hydroblok. De Hydroblok, jullie weten allemaal, de Avanta die had de messing variant en dit is eigenlijk dan een kunststofuitvoering. En dan hoor ik een hele mensen gelijk al zeggen, oh kunststof, kunststof, jawel. Maar even wetende dat het kunststof Hydroblok wat hierin zit, wordt al op dit moment in meer dan 500.000 toestellen in Europa, worden die eigenlijk op dit moment al gebruikt. En als je wereldwijd gaat kijken, dan zitten we ruim bijna op de 1,5 miljoen. Dus is het nieuw voor ons? Ja. Moeten we dan aanloopproblemen verwachten? Nee, want die toestellen die draaien al een aantal jaren. Dus dat is het voordeel als je dus onderdeel bent van zo'n hele grote groep. Het Hydroblok is overigens wel voorzien van een veerbelaste bijblaas. En ik denk dat dat een belangrijk aspect is. Dat betekent eigenlijk dat we de warmtewisselaar beveiligen tegen een te lage doorstroming erin. En zeker in de huidige situatie waar veel nageregeld wordt, ja, zie je toch wel variatie in die flows. En door de veerbelaste bijblaas heb je in ieder geval sowieso dat je warmtewisselaar wordt beschermd. Mocht het installatietechnisch omgeven nog wat problemen meegeven, ga dan zelf even kijken hoe je dit op kunt lossen door misschien een groep wat meer open te houden. Of eventueel een veerbelaste bijblaas in de installatie nog te plaatsen. Alleen, heel eerlijk gezegd, het zijn in principe natuurlijk ondingen. Want je zet hem tussen de aanvullende retour en liever wil je dat eigenlijk niet. Dus een groepje meer open houden als het kan is eigenlijk een veel betere oplossing. Maar de wisselaar sowieso is beschermd vanwege de veerbelaste bypass. Je kunt allerlei thermostaten aansluiten. Of het nou de simpele aan-uit is, of dat het open term of het Airbus is. Al die mogelijkheden die zijn er gewoon om dat te gaan doen. Je hebt natuurlijk een mogelijkheid om nog binnen die automaat die daar is, hè, die onder de afdekkap zit, daar zullen we straks nog even verder kijken, daar kun je nog een 1-positieprint bijplaatsen. En dat zou een voorbeeld kunnen zijn van het Remea Connect. Wat is Remea Connect? Als je dat inbouwt, dan maakt automatisch bij de opstart hij verbinding via een GPRS-verbinding met de server in Apeldoorn. En dan kun je eigenlijk een melding krijgen op je mail op het moment dat toestel op storing gaat. Dan krijgen we bij spreken dat bij de familie Barendse de Avanta Ace op storing staan. En dat en dat en dat zijn dus inderdaad de storingsperikelen. Dat is een mogelijkheid wat er eventueel dus kan. Er zijn wel een paar kleine kosten aan verbonden, daar zeg ik er wel bij. Maar het is wel iets voor de toekomst dat je meer vrijheden krijgt eigenlijk ook naar laten we zeggen, de technische mensen gezien. Een buitenvoerder aansluiting, dat is gewoon standaard op al die toestellen. En dat is bij de Avanta ook zo, de Avanta Ace. Als je bij Avanta kijkt, dan had je daar eigenlijk een interfaceje voor nodig. En dan was je €180 verder, zeg ik wel eens, en dan mocht je hem aansluiten. Nou, dat is niet meer van deze tijd. De buitenvoerder aansluiting is gewoon standaard en kun je met een interne stooklijn werken. Wat mij vreemd is dat heel veel installateurs op dit moment eigenlijk nog niet weten dat als je een ACE-combiketel hebt, er zitten altijd in die toestellen een aansluiting van een boiler sensor. Wat natuurlijk bij een combiketel helemaal niet gebruikt wordt. En in die nieuwe techniek is het zo, als je hem omprogrammeert als een combi zijnde, dan wordt die ingang van die boiler sensor, dat wordt een zonneboiler sensor. Dus eigenlijk zit de zonneboiler regeling, die zit er al bij in. En als je dan een sensor op je zonneboiler uit laat plaatsen, op de warmwaterleiding, dan meet hij de temperatuur die eruit komt bij warmwatervraag. Is dat boven de 58 graden, dan zegt hij tegen de ketel blijf maar uit. Zit hij onder die 58 graden, dan zal hij de ketelcommando geven dat hij wel in bedrijf moet gaan komen. Standaard is bij al die ACE-ketels en uiteraard bij Avanta Ace ook. De Avanta die had een waterdrukschakelaar. En als hij schakelde, dan was het afgelopen, dan blokkeerde hij en dan deed hij niks meer. Hier geeft hij bij 0,8 bar vanwege de sensor een melding. Dus u moet bijvullen. Moet je dat alle menu doen? Nee, je hebt nog tijd tot 0,5. Kom je echt onder de 0,5 bar, dan schakelt de toestel wel uit. Overigens wel met een melding. Maar je krijgt wel eerst een voormelding. Het is verstandig dat je nu even gaat bijmengen.
Ja, dat is leuk, hè? Dat is een condensafvoerslang. Eigenlijk een ding wat ja, standaard er natuurlijk bij zou moeten. En Avanta had dat niet. Ik denk dat het toestel Avanta al meer dan 3 jaar leverde. En dat iemand vroeg ons van ja, maar hoe krijg ik dan zo'n slang? Zo, die staat in de accessoirelijst. Ze zeggen, ik heb alles doorgelezen. Ze zeggen, maar ik kan hem niet vinden. Moet ik eerlijk zeggen, er waren nog tekeningen in die tijd. Je kon er alles van maken van dat tekeningetje, maar niet een condensafvoerslang. Nou, gelukkig, hij zit er nu wel bij. Dus dat probleem is daarmee lekker opgelost. En als je dan kijkt naar het display, ja, geloof het of niet, maar het onderzoek wordt gewezen dat eigenlijk een consument best wel eens vaak op een displaytje kijkt. Maar wat ziet hij dan? Ja, je ziet er ook bij wijze van spreken mooi 18 zie je erin staan. Officieel is 1,8, wat is de druk die je dan ziet staan. Soms staat er in één keer in, laten we zeggen, 46. Dan blijkt het dat de watertemperatuur is. Die klant zegt dat gewoon niks. Nou, het onderzoek is dat als op een toestel staat oké, en dat hebben we hier ook gedaan, dat eigenlijk alle landen in de hele wereld het woordje oké kennen. En als het oké is, dan is het ook goed. En daarom is dat eigenlijk hier in de display meegenomen. Is er niets met het toestel aan de hand, zal die altijd op oké staan. En op het moment dat het fout gaat, dan wordt in of het de kleuren van een scherm veranderen, of je kunt er niet van zien wat er gaande is. Maar oké, het is goed. Dus klantvriendelijk. Natuurlijk op de toekomst ook voorbereid. We kunnen natuurlijk de aardgassoorten gebruiken. We kunnen de hoogcalorische gassoorten propaan. Maar ook de bijmenging van waterstof wordt natuurlijk straks een interessante variant. Alle toestellen, inclusief Avanta Ace, zijn de mogelijkheid geboden om ook met 20% waterstofbijmenging te werken. Ja, een opvangbakje in de luchttoevoer. Het wil wel eens gebeuren, afhankelijk van de weersomstandigheden, dat in de luchttoevoer toch een kleine condensatie optreedt. En als dan dat condens zoveel wordt dat het druppeltje wordt, liep het in de Avanta naar beneden en dan kon het wezen dat het op die automaat terecht kwam. Nou, dat was niet zo handig, dus hebben we nu keurig een mooi opvangbakje eronder gemaakt. Als het dan is, komt daar gewoon het condensdruppeltje komt er binnen. En worden de condensdruppeltjes wat te veel, dan zit er nog een slangetje aan en de slangetje is weer keurig netjes aangesloten op de sifon en dan wordt het ook nog weer afgevoerd. Een veiligheidsventiel hoort tegenwoordig gewoon standaard in een toestel te zitten. En dat is ook in dit geval zo. Maar het is niet maar gewoon alleen een veiligheidsventiel. Aardigheid is dat aan de onderzijde, daar zullen we ook straks in de praktijk nog eens even verder in kijken, daar zie je ook al even dat er nog een aftapkraantje onder zit. Mocht je in een wat ongelukkige situatie zitten en je moet je wisselaar een keer aftappen, en je kan dat eigenlijk niet via de normale slang doen, dan kun je dat ook nog eventueel via dat welbekende veiligheidsventieltje gaan doen. Zit ook een slangetje aan, aangesloten op de regulering. Dus met andere woorden, het water kan ook op een nette manier kan dat weg. En de aansluitingen aan de onderkant, ja, die zijn natuurlijk heel duidelijk gemarkeerd. Je ziet, hè, de aansluitingen dat dat ingedrukt is in het plaatwerk, dus niet een stikkertje of iets dergelijks. Dus dan kan dat ook niet meer fout gaan. De ophanghoren, ja, dat was toch wat typisch iets Avanta. Dat was mooi, want dan kon je boven eroverheen kijken en dan kon je zien wat je deed. Nou, die ophanghoren die zitten hier ook aan. Alleen niet meer om hem daarmee direct eigenlijk aan de muur te schroeven. Want er wordt een ophangbeugel wat er nu bijgeleverd. En die ophangbeugel die moet je eerst aan de muur monteren. En daar zitten van die mooie flipjes aan de voorkant. En daar kun je dan keurig netjes je keteltje weer ophangen. Maar dan kun je wel aan de bovenkant zien of je hem goed hangt. En zoals je ook op het plaatje van de ophangbeugel ziet in de midden zo'n klein hapje eruit. Dat betekent dat ze ook nog het hart van de rookgas af voor. Ja, ik bewond even de mond dicht. Sifonvulhulpje. Wat is dat dan? Het is een mooie rode dop. En die rode dop die zit eigenlijk aan de bovenkant op de warmtewisselaar. Als je de ketel geleverd krijgt, zit er geen rookgasafvoer op. Die zit los in de doos verpakt. En die rode dop die zorgt ervoor dat die warmtewisselaar keurig netjes vast blijft zitten op de plek waar die moet horen. Die dop die moet eraf, staat ook in de documentatie. Je ziet het ook aangegeven. Hij moet weg. Alleen toen dachten we, wacht even, als er nou een dop bovenin zit. Je kunt er ook gaatjes in maken en dan kun je die dop ook bij de installatie nog heel even ergens anders voor gebruiken. En dat scheelt uiteraard natuurlijk dan toch weer even in de arbeidstijd, want je kunt namelijk door die gaatjes even met een flesje water water in de sifon laten lopen. En dat betekent dat je de sifon uit de ketel er niet uit hoeft te halen om hem te vullen bij de eerste inbedrijfname, dat je dat direct eventjes aan de bovenkant kunt doen. En daarna mag uiteraard de rode dop er natuurlijk af en dan kan die weg. De elektrische aansluitingen, die zitten keurig netjes op het displaytje aan de achterkant, zitten die eigenlijk onder het welbekende gele klepje. Zoals het op de foto te zien is aan de rechterkant, daar zie je eigenlijk dus de 230 volt, de aansluitingen.
waarbij twee zekeringen zitten. De fase en de nul zijn beide afgezekerd, omdat we met een stekker natuurlijk nooit weten wat is de fase en wat is de nul. En dan de linkerzijde, daar hebben we dan ook de aansluitingen voor de laadspanning, oftewel de sensoren en denk aan kamerthermostaat, buitenvoelen en eventueel de zonneboilersensor. Nou, dat is eventjes gekeken binnen in Avante Ace zelf. Maar wat zijn er dan voor mogelijkheden eigenlijk dan van accessoires? Wat kan er dan allemaal bij? En dat is best een enorme hoeveelheid. Sowieso natuurlijk verschillende aansluitbeugels. We hebben links de eenvoudige variant, hier ziet rechts de uitgebreide variant. En uitgebreid is natuurlijk echt alles erin. Hè? De inlaatcombinatie overstort, de vul- en aftoekraan, alles zit erbij. Een verzamelzak voor het condens en dergelijke. Dus kortom gezegd een prachtig mooi ding. Maar dat betekent wel dat zoiets je onder de ketel kan uitsteken. En daar hebben we dan ook speciaal nog weer een afdrukmanteltje voor. Wil je dat ook niet zien, past die daar keurig netjes weer onder. En dan is die aan het zicht eigenlijk onttrokken. Mocht de muur niet helemaal glad zijn, mocht er een kleine uitstulping in zitten, of moet je met je leidingen achter het toestel naar boven toe, omdat de aansluitingen aan de bovenkant zitten, hebben we ook een afstandsframepje daarvoor. Dat afstandsframe is een los frame die je bestelt. En wil je het leidingwerk gebruiken, dan kun je die alsnog erbij bestellen om eventueel ook dus boven aansluitingen te gaan maken. De buitentemperatuur voelen, de standaard voelers, de AF60, zoals jullie die van de andere toestellen natuurlijk ook kennen. Nou, die hebben we uiteraard ook als accessoire voor de Avante Ace. En dan als je het toestel geleverd krijgt, dan kun je eigenlijk bij de bestelling aangeven, wil je een concentrische variant of wil je een excentrische variant. Mocht het zo zijn dat je iets gedaan hebt, je moet hem later nog een keer weer aanpassen, dan zijn die natuurlijk uiteraard ook losleverbaar. Belangrijke variant is dat je soms kort moet werken. Zeker als het gaat om een concentrische variant. En dan hebben we een korte bocht op 60-100. Zodat je direct boven je toestel eigenlijk heel snel of naar achterkant of kort naar links en naar rechts kan. Nou, dus die concentrische bocht is losleverbaar. Maar die kennen we ook in de gevel doorvoerset. Dus mocht je direct die erbij kunnen bestellen, dan kun je dat ook samen doen. Ja, misschien dat dat al wel opgevallen was op een van de vorige plaatjes. Je had aan de rechterkant in het toestel best wel veel ruimte zitten. En wat kan daarin? Een 7 liter expansievat. Voor het buitenland vaak een verplichting. Voor Nederland is het een optie. Is het dan een interessant? Jazeker wel. Het is 7 liter, dus het zijn kleinere installaties. Denk even aan een klein appartement. Misschien even aan de chaletbouw die erin zit. Dat zijn allemaal dingen waar je het eventueel zou kunnen doen. En je kan het er heel eenvoudig inbouwen. Dat betekent ook, als er wat misgaat, kun je er ook heel eenvoudig weer uithalen. We hebben straks al heel even genoemd een keer de zonneboiler set, de zonneboiler aanzet set. Nou, je ziet hier eigenlijk het complete geheel zitten. Als je een zonneboiler hebt en je gaat die op het toestel aansluiten, dan betekent dat je de doorstroombegrenzer in de toestel dus eruit moet halen. Want die zit daar in het warmwaterdeel en die kunnen daar niet tegen. Nou, dit is het complete setje wat je hier eigenlijk ziet staan. Dan wordt die eruit gehaald. En je ziet tussen haakjes, en ook tussen haakjes nog even genoemd, je kunt hem namelijk krijgen, die set, met een mengventiel of zonder een mengventiel. Soms is het een bestaande installatie en dan zit er een mengventiel in. Nou, dan bestel je hem zonder mengventiel. Dan zou het een nieuwe installatie zijn. Dan kun je hem ook inderdaad dus met het mengventiel bestellen. Wil je een koppeling maken met een WTW-unit, hetzij van Brink of hetzij van Zenig, dan is er een mogelijkheid om er een aanzetsetje voor te kopen. Het is eigenlijk een kastje waar een regelingetje in zit. En zo kun je eigenlijk je rookgasafvoer, soms ook je luchttoevoer, koppelen op de systemen eigenlijk van de WTW. Natuurlijk, het Smart Service Tool. Eigenlijk voor het service en onderhoud. Nou, dat kun je op alle toestellen gebruiken. Dat betekent ook voor de Avante Ace natuurlijk. En dan is er ook eigenlijk op verzoek uit de markt toch ook een verloopset gemaakt. Veronderstel dat iemand zegt, ik wil mijn oude Avante weghalen, ik wil aan de aansluiting niks doen en ik wil vandaag het eigenlijk weer opbouwen naar de Avante Ace. Kan dat? Ja. Dan hebben we 5 pijpjes voor, zoals je dat ziet, 2x22, 3x15. Dat komt er in werkelijkheid zo uit te zien, om er weer op de juiste volgorde te kunnen gaan aansluiten. En dat heeft wel een kleine consequenties. Dat betekent natuurlijk in de totaliteit dat het toestel 13 centimeter dus hoger komt aan de bovenzijde. En aan de linkerzijde gezien dat je ook 4 centimeter extra ruimte moet gaan houden. Of het iets is wat veel toegepast zou worden, dat is even de vraag. Maar we weten natuurlijk allemaal wel vanuit het verleden dat die vraag er is. En als je hem niet hebt, dan moet je hem even kopen. En als je hem wel hebt, dan kun je zeggen, ja, wij hebben er een mogelijkheid voor. Maar hele grote aantallen zullen mijn zin zeker niet zijn.
Ja, je zag straks al dat natuurlijk die aansluitingen die liggen wat verdiept. En als je er goed bij wil komen, dan moet je eigenlijk ook een mooie sleutel hebben die eigenlijk onder een hoek staat, zodat je hem aan kan draaien. Nou, wij hebben die sleutels eigenlijk ook in het pakket zitten. En het leuke is dat kom een training volgen, zou ik zeggen, dan krijg je zonder meer krijg je natuurlijk die sleutel krijg je die mee. Maar goed, hij is ook even te horen, dat is bij ons wel te bestellen. En dan kun je eigenlijk heel makkelijk de 15 en 22 mm moeren, die kun je dan weer ook vastzetten. Natuurlijk komt er ook een complete servicekoffer beschikbaar. Alle ruimteregelaars, de Q-sense, de I-sense, de E-twist, alles op een gegeven moment kun je erop aansluiten. Ik heb hem straks al genoemd, hè, de Remea Connect. Nou, die zie je in het printje staan, is een accessoire. Hè? Dat heb ik in het eerste gedeelte ook al even genoemd. En dat betekent eigenlijk dat we dus hebben laten zien van wat kan het toestel? Wat voor mogelijkheden zijn er allemaal? Maar aan de andere kant, het is ook wel eens leuk om op een gegeven moment op een andere manier heel kort nog even een keer te zien. En dat doen we eventjes aan de hand van een heel klein filmpje. Dat is even een kleine resume van wat we net hebben gezien. En dan wordt het nu eigenlijk tijd even om het volgende te gaan doen. Want we hebben gezegd, we willen toch heel even binnen gaan kijken. En uiteraard hebben we natuurlijk een toestel meegenomen. Dus als jullie niet even nog even, dan gaan we er even kijken. Dus we zeggen, kom even gezellig met me mee.
Goed, zoals ze zegt, even bij het toestel kijken. Nou, ik heb ondertussen de manteltape afgehaald en we gaan even wat onderdelen benoemen. Even van boven naar beneden. Hierbovenin zien we keurig het opvangbakje voor het condens vanuit de luchttoevoer gezien. Daaronder natuurlijk uiteraard de roestvrijstalen wisselaar met de nieuwe brandenplaat. En daaronder uiteraard de ventilator. Daar hebben we natuurlijk het mooie bedieningspaneel. En dat bedieningspaneel, dat kun je heel eenvoudig, kun je dat even naar voren klappen. En dan zie je eigenlijk nog meer van de onderdelen. We gaan even van rechts naar links erheen lopen. We zien eigenlijk de pomp, de groenvaspomp in dit geval even, met daarnaast de driewegklep. Keurig netjes helemaal aan de voorzijde gepositioneerd, zodat je er makkelijk bij kunt als er wat mee mag zijn. Dan zien we hier achter zitten. Dat is eigenlijk de bediening voor het warm water. En de doorstroombegrenzer met daaronder natuurlijk uiteraard de sensor die het registreert dat er een tapvraag is. Kijken we hiernaast, dan zien we eigenlijk het gasblok. Het gasblok eigenlijk van Resideo, zoals dat heet. Dat is eigenlijk een onderdeel van Honeywell. Voor de meeste wielen denk je misschien nog wel een vreemde naam, maar dat is het zeker niet. Dat is wel een zeer bekend product. Als we nakijken, dan zien we hier vooraan ook nog het overstadventiel zitten. Met daarachter de waterdruksensor. En last but not least natuurlijk het belangrijk, hier ook eventjes aan de voorzijde gepositioneerd. Het hele sifonnetje met een verbetering in zeker als je hem even naar beneden moet drukken, dat hij niet meer af gaat breken. Dus eigenlijk een compact geheel. En last but not least, heel even kijken op het instrumentenpaneel. Achter de gele klep, daar zit eigenlijk de volledige aansluitmogelijkheden voor kamertermostaten en al zulke zaken meer. Nou, dat even in volgevlucht, even laten zien wat de mogelijkheden daarvan waren. Wil je er meer van weten? Geen probleem. Schrijf in op een van de trainingen op de Avante Ace bij ons in Apeldoorn. En dan zien we jullie graag weer terug. Dan gaan we nu weer de andere kant op. Goed, nou, we hebben de onderdelen allemaal even lekker kunnen bekijken met elkaar. Ik hoop dat jullie een aardige indruk hebben gekregen van wat de mogelijkheden allemaal zijn. Zeker omgevend schrijf in op trainingen, zodat je er nog meer van kunt gaan zien. En wat onbetreffend is dit het einde van dit webinar. Dus zou ik zeggen, dank voor jullie aanwezigheid en graag tot de volgende keer.